Assalamu alaikum allemaal, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Vandaag ga ik jullie een heel origineel receptje laten zien van mijn lieve schoonmoeder. Kiprivats met amandelen, suiker en kaneel. Heel lekker, maar ze zien er niet uit als de traditionele kiprivats. Mijn schoonmoeder heeft haar eigen touch eraan gegeven en heeft ze mooi langwerpig verzonnen eigenlijk. En normaal gezien maak je kippenbriwats dus driehoekig en maak je dat met een hele kip koken en dan versnipperen eigenlijk. Maar wij hebben een heel gemakkelijk receptje waar je alleen maar kipfilet voor nodig hebt en niet een hele kip. Dus een heel gemakkelijk receptje met veel minder moeite. Even lekker of zelfs lekkerder. En zoals jullie zien, zijn ogen super mooi. Ik hoop dat alles heel duidelijk gaat zijn. En dat jullie dit lekker hapje ook gaan uitproberen. En jullie mogen me altijd laten weten wat jullie ervan vonden. En mochten jullie nog vragen hebben, mogen jullie mij benaderen op Snapchat, Facebook en Instagram. De juiste hoeveelheden van al mijn ingrediënten vinden jullie onderaan mijn video. En dan gaan we beginnen dus met een uitje te snijden in vierkantjes. Een uitje moet je echt snijden, kan je niet mixen, want dan is die veel te fijn. Dus dan gaan we beginnen met al onze uitjes te snijden. En dan ga je je ajuintjes met je zonnebloemolie op het vuur zetten. En ga je die op een middelhoog vuurtje zetten. Niet te hard, want je ajuintjes hebben tijd nodig om lekker zacht en zoet te worden. En dan neem je een steelpannetje bij met water om die te laten koken. En dan gaan we beginnen nu aan onze kipfilet. Je kipfilet hoor je super fijn te snijden, maar echt heel fijn. Dan ga je ze eerst verticaal snijden en dan ga je ze terug horizontaal snijden en er terug even doorgaan met je mes totdat je kipfilet super fijn gesneden is. En dan blijf herhalen totdat je al je kipfilet fijn gesneden hebt. En dan ga je telkens blijven roeren in je ajuintjes. De tweede pan daarachter moeten jullie negeren. Omdat het ramadan is, zijn we meerdere dingen tegelijk aan het maken. Dus dat heeft niks te maken met onze kippenbriwat. Verder over mijn ajuintjes. Blijven roeren. Op een zacht vuurtje eigenlijk, niet te hard. Totdat ze mooi goudbruin beginnen zien, uw ajuintjes. Totdat ze zacht zijn en lekker zoet van smaak. En dan gaan we onze peterselie snijden. Heel belangrijk, peterselie. En geen koriander. Koriander gaat een heel andere smaak geven. Die gaan we ook gewoon snijden met de hand. Omdat er dan veel meer smaken vrijkomen dan in plaats van met een mixer of met een blender of wat dan ook. Met de hand heeft dat toch, met de hand gesneden, komen er toch veel meer smaken vrij.
En dan blijven snijden totdat je super fijne peterselie hebt. En dan voeg je je amandelen in je kokend water. En ga je terug je ajuintjes roeren zodat ze niet aanbranden. Nadat uw amandelen 5 minuten hebben staan koken op het vuur, haal je ze van het vuur en kan je ze pellen. Na een half uur uw ajuintjes op het vuur, zien ze er zo uit. Wel, telkens mengen, anders gaan ze aanbranden. Ze zijn lekker zacht en ruiken zoet. En dan gaan we ons fijn gesneden kipfilet erbij toevoegen. En dan voeg je gelijk ook je kruiden erbij toe. Onderaan de video vind je de exacte hoeveelheden van alles. En dan meng je alles goed samen en je pan blijft op een middelhoog vuurtje aan de zachte kant, niet te hard. Uw vulling heeft heel lang de tijd nodig om gaar te worden. En dan ziet uw vulling er momenteel zo uit. En na een dik 10 minuutjes gaan we ons peterselie erbij toevoegen. En dan ga je blijven mengen. En uw kip de tijd geven om goed gaar te worden. Na een dik half uurtje ga je uw suiker toevoegen en uw kaneel. En ga je die ook goed mengen. Als je op dieet bent of diabetes bent of wat dan ook, dan kunt jij natuurlijk suiker minderen. Wij gebruiken zoveel suiker omdat het een heel lekkere smaak geeft. En dan neem je uw eieren erbij en ga je die loskloppen met een garde. En dan voeg je die bij je kippenmengsel toe. Niet bang zijn, dames. Ik ben ook geen favoriet van eieren. Je gaat ze er niet in ruiken. Je gaat ze er niet in proeven. Je gaat helemaal niet merken dat er eieren in zitten. Gewoon heel goed mengen. Blijven mengen. Zeker 10 minuten lang. Totdat je ziet dat je kip de eieren volledig opgenomen hebben. Blijven mengen en zeker nog voor een dik 10 minuten op het vuur laten staan. Van zodra uw mengsel er zo uitziet, maak die van het vuur en doe je die in een vergiet, zodat alles, al het water eruit kan druppelen. En dan gaan we onze amandelen roosteren. En schoonmama's tip is, eerst uw amandelen
in koude olie doen, op het vuur zetten en in koude olie laten opwarmen, zodat ze van binnen mee bakken. Dus niet alleen de buitenkant, ook de binnenkant. En van zodra ze er mooi goudbruin uitzien, lichtbruin, dan haal je ze van het vuur. Maar je doet ze al in het vuur van zodra je olie koud is, eigenlijk niet warm. En dan gaan we onze amandelen mixen met wat suiker en kaneel voor extra smaak. Niet te fijn en niet te korrelig. En dan neem je ineens ook je filodeeg erbij. En dan snijd je je filodeeg ongeveer 12 centimeter breed. En die doe je dan nog een keer in de helft en leg je op elkaar. En dan heb je zo'n rechthoekjes. Dan neem je één rechthoekje erbij. En besmeer je die met wat zonnebloemolie. Daar ga je dan een andere op leggen. Wij doen twee velletjes per kippenbriewat. Je kan ook natuurlijk ook gewoon de traditionele driehoekjes maken. Dan neem je een goede lepel van je vulling. Die leg je onderaan in het midden. Daar voeg je een flinke lepel boven van je amandelmengsel. Dan breng je de twee buitenkanten naar binnen. En dan ga je je lumpia rollen en tegelijkertijd een beetje invetten met uw zonnebloemolie, zodat ze mooi goudbruin worden. En als je een restantje hebt, mag je die gewoon wegsnijden. Dan ga je die van boven ook een heel klein beetje smeren met zonnebloemolie. En ga je zo herhalen voor elk brewatje. Dus dan ga je eerst één veldje besmeren met zonnebloemolie. Leg je er een tweede bovenop. Die besmeer je ook met zonnebloemolie. Een flinke lepel van je mengsel. Van je kippenmengsel. Je kippenmengsel was heel lang op het vuur, zodat die goed gaar kan worden. En heel lekker van smaak. Een goede lepel van je amandelmengsel erop. Geeft een extra lekkere smaakje, een beetje lekker krokant. Vouw de buitenkanten naar binnen. Telkens een klein beetje besmeren met zonnebloemolie, niet te veel. En gewoon rollen. Dit ga je dan uiteraard blijven herhalen totdat je al je brewatjes hebt. Je krijgt hier wel superveel brewatjes uit. Ik heb ze niet echt geteld. Maar ik schat rond de 25 à 30 lumpia brewatjes dat je eruit krijgt. Dan mogen ze in de oven op 250 graden totdat ze mooi goudbruin zien. En ondertussen gaan we onze amandelschijfjes een beetje roosteren, ook totdat ze mooi goudbruin zien. Van zodra uw lumpiatjes uit de oven zijn, kunnen we ze decoreren. De helft ga ik besmeren met honing.
En daar ga je dan uw amandelschijfjes op leggen, nu dat uw honing nog plakt. Dus zodra uw honing erop is, direct ook decoreren met uw amandelschijfjes. En de andere helft gaan we decoreren met bloemsuiker en kaneel. Dit was het dan. Ik hoop dat alles heel duidelijk was. En dat jullie genoten hebben van mijn video. En dat jullie deze overheerlijke kippenbrewat ook gaan maken. Want ik garandeer jullie dat jullie zeker geen spijt zullen hebben. Jullie mogen mij altijd de resultaten doorsturen. En mochten jullie mijn video's appreciëren, mogen jullie me altijd liken, delen en abonneren. En verder doorsturen uiteraard. En tot de volgende video dan, inshallah.